Welkom bij de Gedachtenstreep. Ik heb vandaag Michael Vlerik te gast. Welkom, Michael. Dank je. We gaan het hebben over je nieuwe boek. Dat heet Kritisch en Wetenschappelijk Denken, een korte introductie. Het is inderdaad relatief kort, het is niet zo dik, maar ik vind dat er heel veel informatie in staat. Heel veel belangrijke informatie ook, denk ik, om mensen zich bewust te maken van hun eigen potentieel, toch, denkfouten. En je geeft ook mee hoe we dus ons denkvermogen, ons helder logisch denken kunnen verbeteren. Hè. Dus ik denk dat het een belangrijk werk is. Eerst even over jezelf. Je hebt filosofie gestudeerd. Ook rechten heb je een en ander bijgestudeerd. Je bent wetenschapsfilosoof, daar gaan we het nog over hebben. En momenteel doseer je aan de Universiteit van Tilburg in Nederland. Ja. Je hebt 10 jaar geleden gedoctoreerd aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. En dat ging over de relevantie van Darwins denken voor ons eigen denkvermogen. Ja, hè? Dat zit toch ook in dit boek. En je hebt eerder het boek De Tweede Vervreemding gepubliceerd, dat ik ook iedereen aan kan raden. En dat gaat eigenlijk over de vraag hoe wij mensen, ondanks onze verschillen, globaal kunnen samenwerken om wereldproblemen eigenlijk op te lossen. Hè. En een belangrijke inspiratiebron voor jou, duidelijk, zowel in het eerste boek als in dit boek, en het zat ook al in je doctoraat, is dus het darwinistische of evolutionaire perspectief. En misschien wil je ons toch even toelichten hoe jij dat ziet, waarom dat zo belangrijk is. Want veel filosofen veronachtzamen dat blijkbaar toch. Het is niet zo gangbaar dat mensen vanuit dat perspectief nadenken over wetenschapsfilosofie of andere filosofische problemen. Maar jij doet het al vele jaren. Ja. En wat is volgens jou de kern van de zaak dan? Waarom zou iedereen het moeten doen? Ja, dat is een goede en belangrijke vraag en ook wel het uitgangspunt. Ik denk om elk biologisch, dus levend wezen, te begrijpen, inclusief de mens, met al die kenmerken van de mens, inclusief het menselijk denken, het voelen, zijn psychologie, moeten we zijn evolutionair verleden begrijpen. Dat is de architect van wie we zijn, van elk levend organisme opnieuw. En dus om de mens te begrijpen, kunnen we niet om Darwin om. Ja, dus de architect is evolutie door selectie. Inderdaad, evolutie door natuurlijk selectie. Heel veel eeuwen lang hebben we proberen de mensen te begrijpen vanuit de spreekwoordelijke armstoel, zonder daar een of andere wetenschappelijke theorie, die was er uiteraard ook lang niet, zonder daar een of andere wetenschappelijke theorie bij te betrekken. En inderdaad, in de filosofie is er nog altijd een beetje de neiging om dat te doen. Maar ik denk, zoals je aangaf, dat uitgaan van dat evolutionair perspectief, dat van fundamenteel belang is, omdat het ook een heel nieuw beeld schetst over wie we zijn en over hoe we denken. En waar bijvoorbeeld, in de context van dit boek dan, onze denkfouten van komen en hoe we dat denken dan weer op het rechte pad kunnen krijgen. Ja, dus je kunt onze cognitieve vermogens, onze denkvermogens en ook hoe ze soms de mist ingaan, maar begrijpen vanuit een evolutionair perspectief, denk jij? Ja, inderdaad. Ja. Misschien één klein voorbeeld om dat snel wat duidelijker te maken. Nu, de belangrijkste denkfout die we maken is de zogenaamde confirmation bias of het bevestigingsvooroordeel. Dat wil zeggen dat wanneer we een bepaalde opinie gevormd hebben, dat we dan de neiging hebben om enkel maar te focussen op datgene dat die opinie gaat bevestigen. Dat we ook selectief blind worden voor alle tegenbewijzen. Dus dat we overal bevestiging gaan zien en alle tegenbewijs gaan missen. Nu, is wel een bijzondere denkfout en ook wel raadselachtig moest je aannemen dat het menselijk denken gewoon ontwikkeld is om waarheid te ontdekken in zijn omgeving. Dan lijkt dat toch een heel absurde denkfout eigenlijk en vooral dat die zo ingrijpend is en universeel. Nu, wanneer we het denken vanuit een evolutionair perspectief gaan kaderen, waar waarheid niet het enige doel is, maar in een sociale context dan, waar mensen overtuigen, argumenten van anderen winnen, het belangrijkste is en de belangrijkste reden waarom ons redeneervermogen ontwikkeld is, dan wordt dat meteen wel duidelijk. Dan hebben we plotseling niet meer, kan je zeggen, een soort tekortkoming van het denken, maar ergens zelfs een soort feature, een soort troef die ons in staat stelt om op een heel goede manier argumenten van anderen te winnen, anderen te overtuigen, want alle argumenten die voor ons eigen standpunt, of die ons eigen standpunt gaan ondersteunen, die gaan we vinden.
En die gaan we ook onthouden. Hoe absurd de opvatting ook is. Hoe absurd de opvatting ook is. Dus stel, ja. Ik geloof dat de aarde plat is. Ja. Dan ga ik daar overal bevestiging voor vinden. Ja, ja, ja. Ook al is dat niet de waarheid, hè, laten we wel wezen. Ik ga proberen anderen daarvan te overtuigen. Als ik slim genoeg ben, vind ik wel een antwoord op elke kritiek. Maar waarom doe ik dat dan? Ik hou dan wel vast aan mijn waarheid, maar ze is niet waar. Is dat dan louter om mijn stand te houden in mijn eigen sociale context? Ja, ik denk dat het veel te maken heeft nu. De reden waarom je ooit tot een bepaalde overtuiging komt, is complex en heeft zeker ook te maken met mensen binnen onze omgeving die we vertrouwen of juist wantrouwen. Ik kan een link leggen met bijvoorbeeld wantrouwen naar wetenschappen. En dat zie je toch ook wel redelijk sterk opkomen vandaag. En dat heeft te maken met wantrouwen tegenover autoriteit enzovoort. En dat komt ook uit wetenschappelijk onderzoek naar mensen die bijvoorbeeld heel wantrouwig staan tegenover vaccinatie enzovoort. Dat er ook een soort wantrouwen tegenover de regering, wantrouwen tegenover de media is enzovoort. Dus, maar het interessante dan is, dus uiteraard ook een bijzonder interessante en belangrijke vraag van hoe komen mensen tot die overtuiging. Maar eens je tot die overtuiging gekomen bent en zeker eens je die overtuiging in het publiek hebt verdedigd tegenover anderen, en dat moet niet natuurlijk een groot forum zijn, dat kan gewoon in een vriendengroep zijn, dan zie je dat er bepaalde psychologische mechanismen in werking treden. En dan is het alsof we advocaat worden van onze eigen opinie. Die opinie staat dan vast en dan gaat die confirmation bias aan het werk en gaan we alles uit de kast halen om alle argumenten voor onze zaak zo goed mogelijk te onthouden, te verwoorden, daarop verder te bouwen en al hetgeen daartegenin gaat, ja, gaan we eigenlijk als onbetrouwbaar gaan bestempelen, gaan we ook vaak wegfilteren. En je legde de link met een ogenschijnlijk toch redelijk absurd of vergaande overtuiging, de overtuiging dat de aarde plat is en dat je nu ook ziet opkomen. En daarin zie je ook iets interessants. Dan zie je vaak dat mensen die enorme vergezochte overtuiging gaan verdedigen, dat vaak eigenlijk eerder intelligente mensen zijn en bijzonder creatieve denkers. En dat is meteen ook een goede manier om een eerste misverstand over kritisch denken uit de wereld te helpen. Dat is dat kritisch denken een vorm van intelligent denken is. Of dat je echt intelligent moet zijn om kritisch te kunnen denken. We zien vaak dat mensen die heel buitennissige overtuigingen gaan weten toch nog enigszins te verdedigen, dat juist heel intelligente mensen moeten zijn. Omdat anders ze, kun je dat niet. Inderdaad, zo'n grote vloedgolf aan heel makkelijk te vinden tegenbewijs, om dat telkens toch op een of andere manier in twijfel te kunnen trekken en je eigen argumenten daartegen te plaatsen. Dat snap ik. Maar de vraag is misschien toch nog altijd evolutionair, waarom selectie, het belangrijkste darwinistische mechanisme, er niet voor gezorgd heeft in het verre, verre verleden, in de loop van onze evolutionaire ontwikkeling, dat mensen die kritischer nadenken op een authentieke manier, dus niet voortdurend dan confirmation bias gaan doen, bijvoorbeeld, waarom dat niet bevoordeeld is ook. Want je zou toch denken dat de wereld zien zoals die echt is, gemiddeld genomen toch een voordeel moet bieden. Nee, dus moeten, ik maak even die redenering af, dus moeten er in zekere zin misschien selectieve voordelen vasthangen aan misvattingen? Ja, dat is een interessant punt. Maar ik denk, als we het hebben over ons denkvermogen en waarheid of op een juiste manier de werkelijkheid te gaan voorstellen en de evolutionaire logica daarachter, dat we een sterk onderscheid moeten maken tussen twee belangrijke omgevingen waarin de menselijke evolutie plaatsvond. En de eerste is de natuurlijke omgeving, laten we zeggen de fysieke omgeving. En daarin is waar het misschien niet de doel op zich van natuurlijke selectie, dat is altijd overleving en eigenlijk reproductie, maar is wel doorgaans het beste middel om dat doel te bereiken. Ja, je vergissen over de eetbaarheid van een plant is evident cruciaal. Dus daar wil je de waarheid. Fatale gevolgen hebben en dus zijn we grotendeels, en ons denkvermogen ook grotendeels ontwikkeld, om wel eigenlijk op een, en dat moet ook gezegd worden, op een goedkope manier waarheid te vinden in onze omgeving. Goedkoop waarom? Omdat onze hersenen, die maken nog geen 2% van ons lichaamsgewicht uit. Die consumeren denk ik 20-25% van de energie die we uit voedsel halen. Dus het is een bijzonder duur orgaan. Dat is ook de reden waarom die hoofden niet nog groter geworden zijn en die cognitieve vermogens van de mensen niet nog groter. Er is daar een afweging van
hoeveel cognitieve vermogens of hoe ontwikkelde cognitieve vermogens kunnen we enerzijds in stand houden met hoeveel voedsel, hoeveel energie uit voedsel. En er is daar een afweging. Maar dus in die natuurlijke omgeving is waarheid wel degelijk hetgeen waarom het natuurlijk selectie om doen is. Behalve voor zaken die geen rechtstreeks effect hebben op onze overleving natuurlijk. Of je nu denkt of de wereld rond is of plat is, maakt niet uit voor survival en reproductie, neem ik aan. Hè? Inderdaad, dat is één punt. Dus die overtuigingen die geen impact hebben, die blijven van de radar van de natuurlijke selectie. Nu zijn er ook andere belangrijke punten waarom we toch vaak veel denkfouten maken. Ondanks dat natuurlijke selectie dus enigszins juist onze omgeving wou voorstellen. En een belangrijke reden daarin is dat natuurlijke selectie enkel geïnteresseerd is in de kost van bepaalde fouten. Nu, je kan inbeelden dat je twee fout kan maken, dat de ene fout een veel belangrijkere kost met zich meedraagt dan de andere fout. In de literatuur heet dat error management, dus eigenlijk het aan beheren van fouten. En je kan het best vergelijken met het brandalarm. Ja. Nu, een brandalarm kan twee fouten maken. Niet afgaan als het brandt, heel erge fout. Of afgaan wanneer het niet brandt, wanneer iemand een sigaar opsteekt. Niet zo ernstige fout. Dus hoe maken mensen dat brandalarm? Wel, uiteraard, ze stellen het zo af dat het heel snel zal afgaan. Vaak dus ook als er geen brand is. Dus heel veel valse positieven die weinig kost met zich meedragen om toch zeker die heel kostelijke vals negatieven want te vermijden. Want die fout kun je geen enkele keer maken. Inderdaad, ja. Of één keer. En hetzelfde geldt voor natuurlijke selectie. En dan zien we dat we bijvoorbeeld geneigd zijn om veel snel oorzakelijke verbanden te leggen en verbanden te leggen in onze omgeving. Heeft ook een belangrijke rol in bijgeloof en religie. Ja. Beter een verband te veel dan een cruciaal verband niet zien. Want een cruciaal verband missen was een heel belangrijke fout. Een verband te veel zien, dat zorgt er vaak voor dat je eigenlijk nodeloos zorgen gaat maken, maar is niet zo'n eigen fout. Dus daar zorgt het voor waarheid. We gaan dat woord nu toch maar gebruiken. Ja, inderdaad. Maar dat is de fysieke omgeving, de ecologische omgeving, hoe je het ook wil noemen. Maar er is nog een andere context, dus waar je naartoe wil. Ja, en dat is dan die sociale omgeving waar ik het reeds kort over had met die confirmation bias, waar het zo belangrijk is. En waar je ook ziet dat ons reflectief vermogen, ons argumenteervermogen, dat niet echt ontwikkeld is, of dat niet echt geëvolueerd is, om onze intuïties bijvoorbeeld op het rechte pad te krijgen, om onze intuïties te gaan controleren, wat vaak wel aan de orde is als kritisch denken, maar dat we dat spontaan eigenlijk vooral in het werk gaan zetten om opnieuw onze opinies die reeds gevormd zijn, over welke reden dan ook, te gaan verdedigen tegenover anderen. Ja. Is het in die context dat je aangeeft dat we voorspelbaar irrationeel zijn? Ja, ik denk wat ons voorspelbaar irrationeel maakt, en dat is eigenlijk ook wel het goede nieuws, is dat onze denkfouten dat die systematisch en universeel zijn. Dat elk normaal denkend mens er vatbaar voor is en dat we dezelfde soort redeneerfouten maken. Dat het niet in allerlei verschillende richtingen gaat. Dus een normaal menselijk brein is vatbaar voor dezelfde denkfouten. Ja, misschien moeten we een paar voorbeelden bespreken. Ja. Hè? Dus het gaat over biases, wordt het ook genoemd, vooroordelen. Ja. Maar een vooroordeel kan misschien relatief makkelijk gecorrigeerd worden. Zo. Ik dacht over die persoon dit of dat, maar dat blijkt nu iemand anders te zijn dan wat ik dacht en ik corrigeer dat. Maar de biases waar jij het over hebt, die kun je wel herkennen, maar je raakt ze niet kwijt. Ja. Een beetje zoals optische illusies. Inderdaad. Mensen die een optische illusie zien weten misschien dat het een illusie is. Of ook al weet je het. Maar het is niet dat je aan je hersenen kunt zeggen, toon mij dus hoe het echt zit. Dat werkt niet zo. Ja, is het met die denkfouten ook zo? Ja, dat is een heel goede vergelijking. En ik gebruik het ook in het boek. Een optische illusie, bijvoorbeeld de Müller-Lyer-illusie, waarbij die pijltjes naar binnen of naar buiten staan. En als ze naar buiten staan, dan lijkt die streep langer. Ja. Maar we weten dat die even lang is. Nu, we kennen allemaal die illusie. Wanneer we het zien, wanneer we het meten, wanneer we het dus weten dat ze even lang zijn, toch blijft dat zo lijken. Je kunt het bijna niet geloven, ook al weet je hoe het in elkaar zit. Inderdaad. En op die plek dan waar je dit bespreekt in je boek, geef je een aantal voorbeelden. Hè? Misschien moet je dat ook hier nu doen, zo het even concreet maken. Ja. Ik zal er ook, dat zijn ook voorbeelden die mij enorm gefrappeerd hadden toen ik ze voor het eerst las. Misschien het meest frappante nog is ons onvermogen om exponentiële groei in te schatten.
Nu, ik kan misschien al meteen aangeven dat evolutionair was dat gewoon niet belangrijk. Er waren heel weinig natuurlijke zaken die op een exponentiële manier gingen groeien. Dus onze geest is daar niet, is niet bekwaam dat intuïtief te vatten, die groei. Maar dat kan dus, en dat hebben we wel met de COVID-pandemie een aantal keer meegemaakt, dat kan bijzonder snel gaan als je in zo'n exponentiële curve zit. We denken de cijfers zijn nog goed. Ja, inderdaad. En 2 dagen later maar is het plots... Maar er zit een exponentiële groei in, omdat meer dan twee mensen bijvoorbeeld zou gaan besmetten. En dat is dan een exponentiële groei, dat gaat dan plotseling enorm, enorm snel. Hoe snel dat kan gaan, wel, dat blijkt uit het volgende raadsel. En dat is hoeveel maal je een blad papier van 1 mm dik zou moeten vouwen om een afstand tot aan de maan te overbruggen. Een blad papier van een tiende van een millimeter dik. Ja, inderdaad. Ja. Ja, of zelfs een tiende van een millimeter, inderdaad. Ja. En, dat is toch het voorbeeld dat je geeft. Ja, dus, inderdaad. Ja. En de wiskunde staat erbij, of het tabelletje staat erbij. Ik meen mij te herinneren, het is slechts 42 keer. Inderdaad, het is slechts 42 keer. Nu, wanneer je dat gewoon daar intuïtief een wilde gis gaat gaan wagen, dan zit je vaak in, is dat een miljoen of dat zit toch in de honderdduizenden, denken mensen. En, want je begint met een tiende van een millimeter. Dus, en de maan is toch ver weg. Ja, ik leg het ook aan studenten uit. En zeker in de COVID-pandemie, waar ik het... op afstand moest doen, dan kreeg ik mailtjes terug van de studenten. Ja, als ik een blad papier van 1 mm 42 maal vouw, dan kom ik heus niet aan de maan, hoor. Ik zou zeggen, probeer het zelf, maar je vindt nooit een blad papier dat lang genoeg is. Dus toch. Juist. Nu, er zijn ook denkfouten die je beschrijft, die, laten we zeggen, in hetzelfde genre zitten, maar die er toch ook een beetje van afwijken. Bijvoorbeeld de zogenaamde gambler's fallacy. Mm-hmm. Ja. Je ligt het zo dadelijk wel eens toe. Ja. En dan zou je denken, dat is nog zo'n een soort bias waarmee we opgescheept zitten door evolutie en selectie. Mm-hmm. Maar de kritiek die daarop gekomen is, zegt, het is wel een denkfout, maar je kunt evolutie en selectie dan niet kwalijk nemen, want je komt dat niet tegen in de natuur, eigenlijk net zoals inderdaad. Met exponentiële groei. Ja, maar bovendien, en hier is de nuance, bovendien kan het verstandiger zijn om wel ervan uit te gaan dat iets wat reeds gebeurd is, een voorspellende waarde heeft naar wat nog komen zal. Ja. Terwijl de gambler's fallacy zegt net, wat reeds gebeurd is, heeft geen waarde voor de toekomst. Ja. Je begrijpt wat ik bedoel, zeker. Natuurlijk, maar je zal het even moeten uitleggen, want wie daar nu niet mee vertrouwd is... Dus ik zal eerst de gambler's fallacy uitleggen. Dus dat bestaat eruit en staat eigenlijk voor de gokker, de drogreden van de gokker. Het gaat er eigenlijk om een statistische correctie te gaan verwachten wanneer dat niet aan de orde is. Een typisch voorbeeld is de gokker die aan het roulettewiel speelt en laten we aannemen dat het balletje in een rood vakje of een zwart vakje kan landen. Het landt 4 maal in dat rode vakje. En dan zegt de gokker, of denkt de gokker, oké, deze keer ga ik alles op zwart zetten, want 5 keer rood, dat lijkt me echt wel statistisch onwaarschijnlijk. Natuurlijk, dat roulettewiel heeft geen geheugen. Elke keer is het 1 op 2. En dus die kansverhouding verandert niet. Dat wel verwachten is dus een fout. Ja. Wat het misschien extra verwarrend maakt, is dat mensen wel weten dat, stel dat je duizenden keren speelt... dat je ongeveer een 50-50 uitkomst zal hebben wel. En dat is terwijl inderdaad bij elke nieuwe zo. Poging de kans niettemin toch 50% blijft. Ja. Dat lijkt wat tegenstrijdig te zijn. Ja, dat lijkt wat tegenstrijdig te zijn. En dat heet dan in de statistiek de law of large numbers. Als je dan 1000 of 100.000 keer dat roulettewiel laat draaien, zal je inderdaad bijna 50-50% komen. Maar het zegt niks omdat de over... kans altijd 1 op 2 is. Maar het zegt niks over wat maar er zal gebeuren met inderdaad, de volgende... elke keer staat los van wat ervoor gebeurd is. Dus gewoon omdat de kans 1 op 2 is, uiteraard. Ja. En dat connecteert eigenlijk met een soort andere redeneerfout die we ook maken. Dat is dat we veel te veel orde in wanorde gaan zien. Dus wanneer iets volledig willekeurig is, dus een volledig willekeurige serie, dan blijkt, bijvoorbeeld als je dat door de computer laat genereren, dat daar wel degelijk, laten we aannemen bijvoorbeeld tussen 0 en 1, dat daar wel degelijk lange series van nullen na elkaar soms zitten en enen na elkaar. En wanneer je mensen vraagt om zo'n willekeurige serie te maken... Dan denken ze dat niet kan. Dan steken ze daar veel te veel afwisseling in. Dus dan zie je dat dat eigenlijk helemaal niet goed matcht met hoe een echte willekeurige serie eruit ziet. Juist. Maar dus, even terug te komen op mijn eigenlijke punt nu. Ja. We maken dan wel de gambler's fallacy. Maar eigenlijk doen we dat omdat selectie...
ons nu net wel een correcte manier van denken hierover inderdaad heeft gegeven. Ja, ja, en dat is ook een belangrijke reden voor onze denkfouten. Ja. Nu, ik noem hier de gambler's fallacy, dat is nog een redelijk onschuldig iets dat de gokker overkomt in een casino misschien. Maar heel veel van onze statistische redeneerfouten, die exponentiële redeneerfouten enzovoort, die kaderen daar ergens in. En dat is gewoon het feit dat vele van die intuïties die ontwikkeld zijn door natuurlijke selectie, dat die ontwikkeld zijn aan onze ancestrale omgeving, aan de omgeving, de natuurlijke omgeving waarin het gros van onze evolutie heeft plaatsgevonden, niet aan de artificiële, moderne omgeving. Casino's bestonden niet, maar ook moderne wetenschap bestond niet, statistiek bestond niet. Dus dat soort vraagstukken waar we nu soms die intuïties gaan op toepassen, daar zijn die niet voor gemaakt en daar slaan die de bal mis. Dus voor het gokkers, voor de gambler's fallacy, is de redenering daar dat uiteindelijk een statistische correctie verwachten, dat voor de meeste natuurlijke gebeurtenissen, dat wel eigenlijk een heel rationeel iets was. Zoals het weer, zoals het weer inderdaad, waar dat je ziet dat veel van die zaken cyclisch zijn. En dus na een lange droogte in een seizoen waar het vaak regent, dat de kans wel degelijk groter wordt op regen. Het is niet elke dag opnieuw 50-50. Ja, nee. Inderdaad. Ja. En dan wil ik misschien meteen nog een bruggetje maken naar eigenlijk een belangrijke kritiek die hier wel gekomen is van psychologen tegen Kahneman. Kahneman en Tversky waren eigenlijk de eerste en de grondleggers. Die namen zijn nu nog niet vermeld, maar je steunt zwaar op hun werk. Ja, inderdaad. Maar ook op Gert Gigerenzen, dat is een criticus. Ja, criticus, inderdaad. Je moet ons even uitleggen wie die mensen zijn. Ik zal het zeker doen. Dus Kahneman en Tversky waren degene die het hele programma Heuristics en Biases begonnen zijn. Heuristieken zijn eigenlijk die intuïties en dan biases die zijn de redeneerfouten. Inderdaad. Die shortcuts die we gebruiken en die ons gewoon intuïtief een antwoord geven. Ja. En dan die biases zijn die redeneerfouten die daaruit volgen. Dus zij in een laboratorium hebben allerlei van die raadsels die ik ook soms gebruik bedacht, waarin ons denken eigenlijk op een voorspelbare manier in de fout gaat. En vele van die redeneerfouten, dat zijn dus fouten die we maken in zo'n artificiëlere context. In een natuurlijke context, en dat is dan de kritiek die mensen, psychologen zoals Gigerenzer, cognitieve psycholoog uit Duitsland, heeft geuit naar dat onderzoeksprogramma van Kahneman en Tversky. Die zegt van, kijk, eigenlijk zijn we die intuïties in de misse context aan het werk aan het zetten. In een juiste context, in een natuurlijke context, die niet ver afstaat van onze ancestrale context, waar die voor ontworpen zijn, doen die hun werk prima. Maar is het niet zo dat ze op hetzelfde spoor zitten als het gaat om, en je geeft daar ook ergens een voorbeeld van, om denkfouten zoals die opduiken in de geneeskunde. Gigerenzer heeft daar ook veel over geschreven, over de problemen omtrent, we gaan het even concreet maken, screening van borstkanker of prostaatkanker enzovoort. En geen enkele test is 100% accuraat, dus er zit een beetje een foutmarge op. En zelfs artsen, weten we uit onderzoek, zijn niet altijd goed in staat om in te zien dat als je, stel je wordt getest door een test die 99% accuraat is, 1% dus niet, en het resultaat van het labo zegt, je test hier positief, dat niet wil zeggen dat je dan 99% risico hebt om de aandoening te hebben. Het is in werkelijkheid veel, veel minder, afhankelijk ook van hoeveel, van de grootte van de groep enzovoort. We gaan nu hier niet op de details in, maar in elk geval, Wie het interesseert, moet het maar in je boek nalezen. Ja, maar in elk geval, het verschil kan enorm zijn. In plaats van 99% kans op de aandoening, is het misschien maar 1 of 2% kans. Inderdaad. En zelfs artsen schatten dat vaak fout in. Ja. Wat enorme gevolgen heeft voor hoe je mensen begeleidt en psychologisch welzijn enzovoort. Zitten Kahneman, Tversky enerzijds en Gigerenzer anderzijds daar niet op dezelfde golflengte? Daar zitten ze zeker op. Want zij waarschuwen, dezelfde zij zeggen allebei toch, als ik het goed heb, of alle drie, maar Tversky leeft niet meer. Ja. Let op met die grootschalige screeningen, want dat kan meer kwaad dan goed veroorzaken. Ja, wat een contra-intuïtieve opvatting is voor de meeste mensen toch. Ja, inderdaad. En dus ook gewoon het feit dat het is niet omdat je medische opleiding hebt, dat je ook statistisch goed opgeleid bent. En dat zijn echt statistische vraagstukken. Je moet in kaart brengen hoeveel vals positieve, hoeveel vals negatieve er zijn, dat tegenover elkaar afwegen. Ja. En dan de zogenaamde base rate ook in kaart brengen, hoeveel mensen in de populatie aan een bepaalde aandoening gaan Maar het lijkt dus leiden voor velen een goed idee om zo massaal te gaan screenen of testen.
Terwijl, ja, je kunt daar ook een grote prijs voor betalen, hè? Omdat geen enkele test 100% accuraat is. Als het misgeïnterpreteerd wordt. Ja. Dus ik denk, het probleem ligt niet zozeer bij het testen, maar bij het interpreteren van die test. En dan een bepaalde maatregeling te gaan nemen, misschien ingrijpende maatregelen, omdat je risico overschat. Juist, ja. Er zijn nog andere misvattingen die je bespreekt. Ja. Ik pik er bijvoorbeeld de affectheuristiek nog even uit. Komt ook vaak voor, denk ik. Zeker. Kun je dat even toelichten? Ja, dus die affectheuristic bestaat erin om een beslissing te nemen die eigenlijk enkel maar op een rationele manier kan genomen worden op basis van alle informatie die voorhanden is. En dan een afweging van de kosten en de baten bij bepaalde strategieën. Ik denk bijvoorbeeld wat Kahneman systeem 2 zou noemen. Ja, misschien dus moet je dat inderdaad ook even... Dat is een belangrijk eerst, aspect. Inderdaad, dus Kahneman's denken is zogenaamd dat... dual processing denken. Dat wil zeggen dat er twee manieren zijn om informatie te gaan verwerken. Enerzijds hebben we systeem 1, dat is het intuïtief systeem dat meteen tot een antwoord komt. En dat gebruikt dus die heuristieken, die simpele denkregels, die we onbewust gaan toepassen. Het tweede is dan systeem 2, dat is ons traag denkvermogen, ons bewust denkvermogen, dat vecht moeite. En dan weten we dat we denken. Bijvoorbeeld als ik 1 plus 1 zeg, dan bij iedereen gaat systeem 1 gewoon meteen 2 antwoorden. Wanneer ik 25 maal 64 vraag aan mensen dan, en aan mezelf ook, dan is uiteraard geen antwoord van systeem 1 en dan moeten we met systeem 2 aan het werk. Nu, voor het grote deel is systeem 1 in controle. En gelukkig ook, we moeten constant allerlei kleine beslissingen maken en systeem 1 doet dat ook goed doorgaans. Wanneer er geen antwoord komt, dan wordt systeem 2 geconsulteerd. Ja. Nu, het punt is, dat Kahneman ook enorm benadrukt, we moeten ons bewust zijn dat in bepaalde contexten, en we hebben het hier reeds over gehad, dat systeem 1, dus die intuïties, dat die niet betrouwbaar zijn. En dan moeten we de moeite nemen om het echt te gaan doordenken en systeem 2 te gaan gebruiken. Ja. En nu even terugkoppelen naar die effectheuristiek. En dus die effectheuristic is eigenlijk om systeem 1 al het werk te laten doen in de beslissing om al dan niet bijvoorbeeld een bepaald beleid te voeren of in een financieel-economische context om een bepaalde investering aan te gaan of juist niet aan te gaan enzovoort. Dus die beslissingen, we zien psychologen, worden heel vaak op een intuïtieve manier gemaakt. Je denkt aan bepaalde scenario's, aan bepaalde beslissingen en dan komen er bepaalde gevoelens los. Je voelt je wat angstig, dan ga je voor een andere strategie gaan. Je voelt je daar hoopvol over, dan ga je die strategie gaan volgen. Terwijl er, om daar juiste beslissingen in te nemen, dat daar wel degelijk goede kwalitatieve informatie voorhanden is en dat we die afweging dus op een veel bewustere manier zouden moeten maken. Misschien één punt meegeven waarin dat echt wel heel rampzalige gevolgen kan hebben. En dan gaat het niet zozeer over slechte investeringen maken, want dat zit er zeker ook bij op een persoonlijk gebied. Maar voor beleidsmakers is bijvoorbeeld de maatregelen die we nemen tegenover terrorisme, als dat vergelijken met de maatregelen die we toch voor lang maar genomen hebben tegenover klimaatverandering. Ja. Nu, als je systeem 1 haar werk laat doen, het intuïtief emotioneel systeem, dan zie je dat terrorisme, en uiteraard dat is ook de strategie daarvan, dat enorm, een enorm affect gaat losweken, zeker als dat in onze buurt gebeurt. En alle aandacht en middelen naar alle zich toe aandacht, zuigt, alle middelen, inderdaad. We gaan enorm beleid gaan voeren, daar enorm veel middelen tegenover aanzetten. We maken ons leven bijna onmogelijk. Als we een vliegtuig gaan nemen, dan moeten we nu een uur vroeger op tijd daar aan de luchthaven staan voor onze vlucht vertrekt, omdat we weten dat we al die controles krijgen enzovoort. Ja. Nu, statistisch de kans om te komen in een terroristische aanslag is enorm klein. Nu, klimaatverandering daarentegen, dat is een zeer gradueel proces. We weten dat het een bedreiging is, maar het is niet echt concreet. Ook gewoon de idee dat het 2 graden warmer zal zijn, is niet iets dat ons meteen met horror vervult. Ja. Zeker niet in koudere klimaten zoals België. En dus... ik denk dat dat nu wel een beetje aan het veranderen is, met ook extreme weersomstandigheden enzovoort die eraan gelinkt worden. Maar toch, tot voor lang was dat iets dat eigenlijk weinig affect, weinig gevoelens bij ons veroorzaakte en dus ook op weinig maatregelen kon rekenen. Terwijl wetenschappers en mensen die er zich in verdiepen al heel lang waarschuwen dat de effecten daarvan enorm gaan zijn. Ja. Extreem destabiliserend in de toekomst voor menselijke samenleving, voor andere soorten ook. Ja. En heel lang kwam daar weinig respons. Juist. Ik wil nog even terugkomen naar het begrip intuïtie. Dat speelt in heel dit verhaal een zeer grote rol.
Als je Kahneman leest en andere mensen, dan besef je, ja, je moet er toch een beetje mee opletten enzovoort ja. enzovoort. Maar je haalt onder andere ook dat boek van Malcolm Gladwell aan, mm-hmm. Blink, ja. wat een soort herwaardering van het begrip intuïtie inhoudt, denk ik, in dat boek. Ja. Maar misschien moet je het ook even toelichten en dan ben ik wel benieuwd om te weten hoe jij daar tegenover staat. Ja, graag. Malcolm Gladwell dus in zijn boek Blink gaat juist de lans breken voor het toepassen van intuïtie. En ik onderbreek even, veel mensen volgen dat wel, zonder Gladwell gelezen te hebben, zo van, wat zegt je buikgevoel, wat zegt je hart, je eerste gedachte is het beste en zo. Ja. Dat is iets wat toch bij heel veel mensen leeft. Inderdaad. En nadat ik uiteindelijk in het boek ook het veel heb over opletten voor die intuïties en die context zijn die niet betrouwbaar. Kom je daar dan mee af? Kom ik dan op het punt van, kijk, wil dat zeggen dat we nooit onze intuïtie mogen vertrouwen? Zeker ook niet. En we moeten eigenlijk een onderscheid maken tussen twee soorten van intuïties. Enerzijds hebben we onze aangeboren intuïties, dat zijn dus die geëvolueerde intuïties. Een goed voorbeeld daarvan is de availability heuristic. Mm-hmm. Het feit, en dat leidt ook tot een bias, maar dan kunnen we weer datzelfde verhaal maken van een bias, ja, maar waar in een artificiële context wel, in een natuurlijke context niet. En dus die availability heuristic die bestaat erin... De beschikbaarheid. Of de beschikbaarheid, heuristiek. Bestaat er dus in om de waarschijnlijkheid dat iets zich zal voordoen, om dat, dus vliegensvlug, intuïtief te gaan inschatten op basis van het gemak waarmee we iets voor de geest kunnen halen. Oké, ik geef een voorbeeldje. Loop je meer risico om door een haai opgegeten te worden of aangevallen te worden, dan door een stuk van een in de lucht ontploft vliegtuig... Ja. Geraakt te worden, terwijl je rustig aan het wandelen bent. Dat is een typisch voorbeeld. Ja, dat is een typisch voorbeeld waarin dus die availability heuristic het helemaal mis heeft. Iedereen zegt een haai. Iedereen zegt een haaienval, leek mij ook enorm logisch. En de reden daarvoor is dat haaienvallen heel makkelijk voor de geest te halen zijn. We maken er films over, Jaws. Als het al eens gebeurt, een verdwaalde surfer in Australië... Het staat ook bij ons in de krant. Dat staat ook bij ons in de krant. Maar blijkt statistisch, in de Verenigde Staten toch tenminste, dat de kans 30 maal groter is om om te komen door misschien niet een ontploft vliegtuig in de lucht, maar tenminste een losgekomen onderdeel van dat vliegtuig dat valt op jou neerkomt. Wat zo een absurde dood lijkt te zijn. Dat het. Maar het moet dus waarschijnlijk soms wel gebeuren. Maar dus gebeurt het inderdaad wel soms toch veel vaker dan haaienvallen. En de reden dat we dat mis hebben is dus gewoon wat die haaienvallen zo makkelijk voor de geest te halen zijn en ook zo tot de verbeelding spreken. Ja. Terwijl dat andere helemaal niet makkelijk voor de geest te halen is. Ja. Nu, opnieuw, intuïtie. Kahneman en Tversky hadden dat op zo'n manier, dat vraagstuk geformuleerd, juist zo'n statistische vraag gesteld aan mensen waar ze wisten dat die availability heuristic het mis zou hebben. Hetzelfde zou je kunnen zeggen, wat is gevaarlijker, een terrorist of een grasmaaier, wordt ook wel eens gezegd, heel veel meer mensen sterven door een grasmaaier dan door een terroristische aanval. Of door van een laddertje te vallen of zo, Inderdaad. En, maar dat staat nooit in de krant, dus. Dat soort zaken staat nooit in de krant. Niet makkelijk voor de geest te halen, dus onderschatten we dat risico en overschatten we enorm het risico van het andere scenario. Maar doorgaans, opnieuw in een natuurlijke omgeving, is die availability heuristic, of dat die beschikbaarheidsheuristiek, is dat een bijzonder efficiënt middel en een goed middel om te gaan voorspellen. Want doorgaans, wat makkelijk voor de geest te halen is, is iets dat reeds vaak in het verleden gebeurd is en is dus ook iets dat waarschijnlijk in de toekomst zich vaak gaat voordoen. Dus doorgaans werkt dat heel goed en dat is ook iets wat iemand als Gigerenzer zou benadrukken tegen Kahneman en Tversky. Maar intuïtie moesten we nog even uittypen. Waar kun je het vertrouwen en waar niet? Hè? Dus inderdaad. Dat is denk ik wat veel mensen zal interesseren. Ja, dus ik was reeds op dat pad even begonnen. Ik zei, kijk, we moeten een belangrijk onderscheid maken tussen twee vormen van intuïties. De aangeboren, genetisch verankerde, geëvolueerde intuïties aan één kant. En dan de aangeleerde intuïties. Want blijkt ook dat we... onze intuïties, dat we die wel kunnen aanleren door de ervaring die we opdoen. Bijvoorbeeld een huisarts met decennia jaren ervaring, die beseft, ik moet de persoon doorsturen naar een specialist, inderdaad. Of ik stuur hem met een kluitje in het riet naar...
Ja. Vaak hebben die mensen het bij het rechte eind. Ja, ja, zijn zonder onderzoek gedaan te hebben. Dat zijn zo de zaken die Gladwell dan... Inderdaad. Dat zal dan wel juist zijn. Hè? Dat is heel vaak juist. Ja. Hij heeft ook over sprekende voorbeelden, zoals het geslacht van kuikens bepalen. Ja. En daar worden mensen voor opgeleid in China. En daar zie je dat uiteindelijk blijkt het geslacht van een kuiken dat één dag oud is heel moeilijk te bepalen. Dus het onderscheid tussen een kipje en een haantje te maken. Maar goed, er zijn bepaalde kenmerken die eerder bij het ene dan het andere voorkomen. En die worden heel lang getraind om dus dat onderscheid te maken. En dan blijkt dat die met een enorme accuraatheid in dus één oogopslag dat onderscheid kunnen maken. Ook al weten ze zelf niet hoe ze het doen. En inderdaad, en dat is het interessante, dan zeg je, hoe heb je het gedaan? Op basis van wat heb je criteria gemaakt? Zeg je, ik weet het niet, ik voel dat gewoon aan, dat zal een kipje zijn, dat zal een haantje zijn. Er is geen bewust denkproces. Hij heeft het ook over bijvoorbeeld een kunstkenner die met één oogopslag zag dat een werk eigenlijk een vervalsing was. Terwijl het een hele batterij wetenschappelijke of een hele batterij tests had doorstaan enzovoort. Hoewel er ook nogal wat voorbeelden zijn van kunstkenners die een werk als authentiek verklaren, maar het blijkt dan een vervalsing te zijn. Inderdaad. Dus dat is het probleem. Je kunt hij er niet kiest al... misschien ook wel zijn voorbeelden. Je kunt er dus niet altijd zomaar... Nee, inderdaad. Ja. Dat denk ik ook. Maar ik denk wel dat hij een heel belangrijk punt maakt. Dat wanneer we expertise in een bepaald domein opdoen, wanneer we dus echt gevormd worden in een bepaald domein, dat we daar ook belangrijke intuïties voor ontwikkelen. Ja. En heel simpel kan je zeggen van, kijk, we doen het constant. Bij een leerproces gaat eigenlijk systeem 1 zaken gaan overnemen van systeem 2. Denk aan lezen. Wanneer een heel jong kind leert lezen, dan is het letter per letter en in het geheugen gaan graven. Hoe werd deze letter weer uitgesproken? Ja, zo werd die uitgesproken enzovoort. Dat gaat dan traag. Nu gaat dat volledig via systeem 1. Je kan iets voorlezen en aan heel andere zaken nadenken. Dus systeem 1 kan die taak als je vaak leest. Denk ook aan met de auto rijden. In het begin gaat alles bewust, systeem 2 moet alles doen, gaat bijzonder moeizaam. Op het einde gaat alles automatisch en kan je ook gesprekken voeren en andere zaken denken terwijl je die handeling uitvoert. Dus systeem 1 doet dat. Ja. En doet dat goed als dat goed aangeleerd is. En dat geldt ook voor vele van die vormen van expertise. Dus als een intuïtie komt, als een intuïtieve vorm van besluitvorming komt uit, zoals dat voorbeeld van die dokter. Van lange leerprocessen. Uit een lang en betrouwbaar leerproces, dan is dat doorgaans wel te betrouwen. Dan is het oriënterend. En dan valt er iets te zeggen voor wat Malcolm Gladwell zegt, the power of intuition, en in een blink of an eye tot het juiste besluit te komen. Maar als ik een intuïtieve inschatting moet maken van hoe vaak het blad papier gevouwen moet worden enzovoort, dan ga ik de mist in. Dan gaan we de mist in. Nu, wil dat zeggen dat die intuïties die niet aangeleerd zijn, dat die altijd eigenlijk verdacht zijn, ook weer niet. En daar hebben we het ook reeds over gehad. Die zijn wel te betrouwen in die contexten die niet veraf staan van die ancestrale context waar die voor ontwikkeld zijn. Tenzij er uiteraard bepaalde typische denkfouten zich daarvoor doen, zoals het zien van verbanden enzovoort. Dat moet op onze hoede zijn. Ja. Maar als dat niet het geval is en we gaan dat in een alledaagse, niet-artificiële context gaan toepassen, is dat inderdaad ook te vertrouwen. Ja. Nu misschien nog een interessante vraag. Kun je problemen die niks te maken hebben met ancestrale context, kun je daar voldoende ervaring over opdoen, zodanig dat je er een betrouwbare intuïtie over ontwikkelt? Laat het mij anders zeggen. Wordt iemand als Daniel Kahneman beter in het oplossen van Kahnemaniaanse problemen, omdat hij er reeds heel zijn leven mee bezig is? Of blijft het een soort valkuil? Ja, dat is een goede vraag en ik denk dat we wel zeker beter worden in het ontmaskeren van die intuïties en ook eigenlijk de reflex, dus bijna de intuïtie krijgen om onze eerste intuïtie te gaan checken. Maar we zien wel bijvoorbeeld met, en dan zeker zaken zoals de confirmation bias, dat daarvan bewust zijn dat dat op zich niet genoeg is. Je blijft daar ergens wel vatbaar voor. Je blijft erin tuimelen als je niet alert bent. Voor vele mensen wel herkenbaar is. Darwin schreef daar ook iets over in zijn dagboeken over zijn wetenschappelijk proces, dat hij tot dat eigen besluit was gekomen, dus een heel goed inzicht in zijn eigen denkproces, en dat hij daarom altijd een punt van maakte om telkens hij tegenbewijs dat te noteren, tegenargumenten, om dat goed te gaan noteren, omdat anders hij wist dat hij het anders vergat en hij bleef dat ook zijn hele leven doen. Juist. Nu, Michael, jij bent wetenschapsfilosoof. Waar houden wetenschapsfilosofen zich mee bezig? In essentie met de vraag wat wetenschap is, neem ik aan. Ja. En
er is lange tijd gezocht naar de vraag, naar een antwoord op de vraag, kunnen wij wetenschap van niet-wetenschap, pseudowetenschap, grenswetenschap, noem het hoe je wil, onderscheiden? Maar klopt het dat men dat ondertussen, als het ware, losgelaten heeft? De gedachte dat er zo één criterium is dat het onderscheid maakt? Ja, ja. Dus wetenschapsfilosofie inderdaad is vooral dan begaan met de vraag wat wetenschap is. En daaruit volgen een aantal vragen en al zeker de vraag wat wetenschap tot wetenschap maakt. En wat het onderscheidt van zaken die misschien wel wetenschappelijk lijken, maar dat eigenlijk niet zijn, zogenaamde pseudowetenschappen. Ja. En hoe maak je van tegenwoordig het onderscheid? Het is dus niet met één criterium. Ja, inderdaad. Wel, het meest bekende criterium om dat onderscheid te maken is Popper's criterium, is falsifieerbaarheid. En ik denk voor een groot deel is dat nog altijd een criterium dat terecht is geformuleerd. En Popper zei daar van, kijk, een theorie is wetenschappelijk enkel wanneer het ook testbaar is door observatie. Dus wanneer het bepaalde uitspraken maakt, bepaalde voorspellingen, die kunnen getest worden door observatie. Wanneer elke mogelijke observatie eigenlijk de theorie gaat gaan bekrachtigen, of tenminste toch compatibel gaat zijn met de theorie, dan spreken we niet van een wetenschappelijke theorie. En de link is al snel gelegd met de confirmation bias, dat deze vorm van wetenschap bedrijven is wat ons beschermt tegen de confirmation bias. In plaats van naar bevestiging op zoek te gaan, moeten we dus volgens Popper op zoek gaan naar juist het omgekeerde. Maar als individu lukt dat niet goed? Als individu gaat dat niet zo goed, maar wetenschap als systeem slaagt daar wel in. Ja, inderdaad. Ja. Wetenschap als systeem slaagt daar goed in. Er zijn allerlei mechanismen in plaats, zoals peer review enzovoort, waar een ander dan heel kritisch naar het onderzoek van de ene gaat kijken. Maar ook eigenlijk de hele context waarin wetenschap bedreven wordt, waarin er een soort sterke, gezonde kritiek op elkaar komt, competitiviteit ook tussen wetenschappers, tussen wetenschapsgroepen, zorgt ervoor dat wetenschappers er enorm op uit zijn om elkaars theorieën onderuit te halen. Te ontkrachten, ja. Degene die Einstein definitief onderuit haalt en daar iets anders voor in de plaats stelt, dat is iemand, of zelfs gewoon onderuit haalt, dat is iemand die de geschiedenisboeken ingaat. Dus aan motivatie ontbreekt het de wetenschappers zeker niet om kritiek op elkaars theorieën te geven. Ja. En dat houdt de wetenschap eigenlijk gezond. En dat zorgt ervoor dat het ook steeds dichter bij een juiste voorstelling van de wereld vaak komt. Het loopt uiteraard ook soms mis. Maar, Nu, we hebben nu tijdens de coronacrisis, hè, nog recent, in feite zitten we nog altijd in, tot op zekere hoogte toch gemerkt dat heel wat mensen zich verzetten tegen wetenschap, tegen wetenschappers, tegen expertise die gebaseerd is op de wetenschappen. Dus wetenschap ligt wel onder vuur, hè, van postmodernistische ideeën, het is ook maar een verhaal, tot antivaxers enzovoort. Ik neem aan dat jij dat problematisch vindt. Ja, zeker. Ja. En dat roept natuurlijk de vraag op, waar komt dat vandaan? En nog een vraag, wat kunnen wij daaraan doen? Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, je hebt jouw boek voor een deel daarom geschreven. Hè? Ja, inderdaad. Maar je doseert daarover in Tilburg. Wat vertel je dan aan je studenten? Ik neem aan dat dat tijdens de lessen soms toch ter sprake komt en dat er misschien ook wetenschapskritische studenten zijn die het niet aanvaarden, dat door de methodologie van wetenschap, dat we daardoor tot meer betrouwbare kennis komen. Ja. Wat doe je daaraan? Het is, of wat zeg je dan? Het is een bijzonder belangrijk punt en het is vaak moeilijk om alle redenen in kaart te brengen waarom iemand zich gaat verzetten tegen bepaalde wetenschappelijke uitspraken. Nu, een aantal zaken, denk ik, en dan zeker in die coronacrisis, hebben daartoe bijgedragen. En dat is enerzijds de sterke samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers, die dan opnieuw in die coronacrisis tot beleid kwamen die voor het individu veel kosten met zich meedragen, sociale kosten enzovoort. Mensen mochten niet buitengewoon vrijheidsberovend. En het is heel logisch dat mensen daar psychologisch tegenin gaan en in opstand gaan komen. Hoewel het ook rationeel is om in te zien, inderdaad. Dit is te verantwoorden, want anders komen we nog in ergere problemen terecht. Natuurlijk, het was ook wel een kwestie van solidariteit. De jonge mensen die niet enorm veel, of toch niet extreem veel te vrezen had van een corona-infectie, moest ook wel zijn verantwoordelijkheid nemen, omdat anderen wel heel vatbaar waren voor een ernstig ziekteverloop enzovoort. Dus
Al dat soort zaken speelt mee. En ja, de beleidsmakers maken dan een beleid voor het gemene goed, zo goed en kwaad als dat gaat, ook met het inzicht dat op die momenten beschikbaar is. En maken ook heel vaak fouten en hebben ook vaak de wetenschappers niet gevolgd. Maar dus ik denk dat daar een beetje die vereenzelviging van de wetenschappers en de beleidsmakers is gekomen. En dat is wel problematisch, want uiteindelijk wat de wetenschappers zeggen is niet altijd hoe het beleid ook wordt gevoerd en informeert in het beste geval dus dat beleid. Maar dat beleid is nog altijd door meer dan enkel de wetenschappelijke inzichten nu over dat coronavirus geïnformeerd. Dat is ook geïnformeerd over welke afweging maken wij hier tussen het beroven van vrijheid van mensen enerzijds en het redden van levens anderzijds, het redden van onze gezondheidszorg anderzijds. Dat zijn moeilijke afwegingen die niet op basis van wetenschappelijke overwegingen gemaakt worden, wel geïnformeerd, maar op basis van waarden van de maatschappij en belangenafwegingen. Ja. Dus dat is één. Nu, ik denk dat er ook één aspect vaak tegen wetenschappelijke processen wordt gebruikt dat eigenlijk juist de kracht van wetenschap uitmaakt. En dat is dat het een kwestie is van voortschrijdend inzicht en dat wetenschappers altijd ook ergens de mogelijkheid gaan communiceren dat ze deels fout zijn over de uitspraken die ze nu gaan maken. Dat het een kwestie van waarschijnlijkheid is en niet van zekerheid. Wat ze individueel misschien niet altijd even goed doen. Ja, inderdaad. Dat is een kritiek die ook wel gegeven wordt. Ja, ja, ja. Maar ik hoor vaak de kritiek van, kijk, ze weten het ook niet, die epidemioloog of die viroloog heeft dat letterlijk zelfs gezegd. Juist, terwijl ze tegelijkertijd arrogantie verweten, hun arrogantie verweten wordt van de absolute waarheid in pacht te hebben, wat de wetenschap nu net aan heeft niet te hebben. Niet te hebben, inderdaad. Maar dat leeft wel heel sterk. Ja, ja, nee, zeker. Ja. Dus inderdaad, het is ook gewoon als je bepaalde maatregelen neemt die niet populair in de samenleving gaan zijn, opnieuw denk ik dat het logisch is dat mensen daar psychologische weerstand tegenover gaan ervaren en dat ze dan met een beschuldigende vinger naar niet enkel de beleidmakers, maar ook degene die dat beleid geïnformeerd hebben gaan wijzen en een soort elitarisme gaan onder één koepel gaan beschouwen van kijk. Die... Ja. Ja. Ik heb nog één inhoudelijke vraag. We hadden het er al heel eventjes over, ik wil er nog even op terugkomen. Of wat ik nu maar noem irrationaliteit nuttig kan zijn. Ja. Hebben mensen geen nood, dat hoor je vaak, aan opvattingen die misschien niet de toets van de wetenschap doorstaan, maar die een soort escapisme bieden, een soort troost bieden. Denk aan religieuze opvattingen of sommigen toch. Hoe sta je daar tegenover? Ja, ja. Ik denk dat een bijzonder belangrijke vraag is, want die krijg je sowieso. En, en zo begin ik ook een van de hoofdstukken over het belang van kritisch denken. Want mensen denken vaak van, inderdaad, we hebben die illusies nodig om ergens een draaglijk leven te dragen. Proust heeft ook zo'n heel bekende quote waarin hij zegt dat we allemaal bepaalde illusies moeten hebben om het leven draaglijk te maken. En velen zullen akkoord zijn. En dat wordt vrij algemeen aanvaard, denk ik. Ja, ja, inderdaad, inderdaad, dat wordt vrij algemeen aanvaard. Marx zei ook dat religie een opium voor het volk was, dus nodig voor het volk om... om het harde leven eigenlijk te gaan draaglijk te maken opnieuw. Er valt ook wel... Van het volk, in die zin, het is niet opgedrongen. Het volk komt vanuit het volk zelf, als het ware. Maar je volgt dat niet. Ik denk dat we bijzonder voorzichtig moeten zijn. En iets wat je vaak hoort is van, kijk, wat is er mis met een goede placebo? Als je het hebt over homeopathie en er is daar geen wetenschappelijk aantoonbaar effect... En inderdaad, er is bijzonder weinig mis met homeopathie als dat voor een verkoudheid is, voor iemand die het zich kan veroorloven en die door dat niet te miskennen placebo-effect dat die persoon daaruit krijgt, zich inderdaad ook wel beter gaat voelen. Geen probleem. Nu, het probleem is dat het heel vaak verder reikt dan dat. Het gaat, en we zien ook bijvoorbeeld in de homeopathie ook verder, er zijn homeopathische middelen die zogenaamd beschermen tegen malaria en mensen gaan dat dan nemen, gaan dan op reis en komen met malaria terug. Ja. Daar is het niet meer zo onschuldig. We zien ook heel vaak dat in die alternatievere kringen dat er allerlei geruchten de ronde gaan die wel enorm schadelijk kunnen zijn, zoals een antivax mentaliteit die daar ook enorm wijd verspreid vaak is. En dus die wel degelijk mensenlevens kost. Dus
zo onschuldig zijn die zaken niet, omdat ze zich niet beperken tot die gewoon onschuldige behandelingen. Nu, een andere reden waarom we er voorzichtig mee moeten zijn, is omdat illusies de neiging hebben om zich te vertakken in ons denken. We houden er een coherent wereldbeeld op na. En dus wanneer we bepaalde onzin, om het zo te zeggen, toelaten in ons denken, dan blijken we ook vatbaar te zijn voor andere onzin. Dus zelfs moest het daadwerkelijk goed zijn of ons tot voordeel strekken om in bepaalde contexten bepaalde illusies aan te houden, dan nog is het risico groot dat tot allerlei illusies leiden die dan nefast voor onszelf en de samenleving. Iemand die in één complottheorie gelooft, zal bijna gegarandeerd ook in andere gaan geloven. Die is er toch veel vatbaarder voor, inderdaad. Ja, en dat blijkt ook uit onderzoek. Ja. Mag ik u danken voor dit gesprek en u tot slot nog vragen of je een stukje wilt voorlezen uit je boek? Ja, heel graag. Dank je wel. Het stukje dat ik zal voorlezen, komt dus uit dat hoofdstuk waar we het net over hadden, het belang van kritisch denken. En zo sluit ik ook dat hoofdstuk af. Ja. Ook nu staan we weer voor grote uitdagingen. Voor het eerst ligt het binnen de mogelijkheid van de mens om zichzelf te vernietigen en met de mens uiteraard vele andere diersoorten. Voor het eerst moeten we omgaan en rekening houden met groepen aan de andere kant van de aardbol. Denk aan de globale economie. Voor het eerst moeten we ook samenwerken met deze groepen om een voorspoedige toekomst voor allen te verzekeren. Denk aan klimaatverandering. Dat zijn stuk voor stuk uitdagingen waarvoor natuurlijke selectie ons niet heeft uitgerust. Onze sociale emoties en intuïties zijn veeleer hindernissen in deze contexten. Pessimisten denken dat de mensheid aan haar tragisch sluitstuk bezig is. Optimisten argumenteren dat nood verandering met zich meebrengt, necessity is the mother of invention, en dat we deze uitdagingen met succes zullen aangaan. Persoonlijk schaar ik mij bij de optimisten. Maar los daarvan staat één iets vast. Of de pessimisten nou wel de optimisten gelijk zullen krijgen, hangt van één iets af en slechts één iets. Zal kritisch denken de bovenhand halen op irrationaliteit. Ons denken is onze grootste troef en onze grootste bedreiging. Rationeel denken is niet louter een kwestie van intellectuele voorkeur of zelfs van eigenbelang. Het is in de eerste plaats een kwestie van verantwoordelijkheid. Een wereld gedomineerd door irrationeel denken is een wereld van conflict en vernietiging. Een wereld gedomineerd door rationeel denken is een wereld van harmonie en vooruitgang. De geschiedenis toont dat keer op keer aan. Kritisch denken, wil ik hier nog tenslotte toevoegen, is geen typisch westerse moderne manier van denken. En het is al zeker geen kille, niet-empathische manier van denken. Het is een manier van denken waar iedereen, ongeacht zijn of haar culturele achtergrond, aan kan deelnemen. Het werd ook ontwikkeld in heel verschillende culturele contexten. Het is een manier van denken die, zoals ik reeds zei, vooruitgang met zich meedraagt. Zowel op moreel vlak als op het vlak van levensstandaard. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het leven op deze planeet en voor de toekomstige generaties. Want hun lot ligt in ons handen. En hun lot zal bezegeld worden door de kwaliteit van ons denken. Dat is het belang van kritisch denken. Dank u wel.